Hallo, welkom bij Draadje Los, bij Draadje Door de Week, aflevering 61. Vooral ook heel hartelijk welkom alle nieuwe abonnees, want die blijven er maar bij komen. Dat vind ik heel erg leuk. Voor de nieuwe mensen stel ik me even kort voor. Ik ben Joke. Ik werk in het midden van het land op een ROC, al heel lang in het mbo. En oorspronkelijk ben ik docent textiele werkvormen en huisartskunde. Maar mijn werkzaamheden bestaan nu vooral uit het geven van rekenen en lessenzorg. Dat doe ik 2,5 dag per week. En de rest van de tijd ben ik eigenlijk altijd aan het handwerken. En dat in de breedste zin van het woord. Haken, breien, weven. Filten, spinnen, dat soort dingen doe ik wel het meest. En ik vind het ook heel leuk om dingen uit te proberen die ik nog nooit eerder heb gedaan. Of om af en toe eens iets nieuws te leren. En zo ben ik altijd bezig. Ik zit eigenlijk nooit met lege handen. Dat dus even heel in het kort. De reden eigenlijk waarom ik dit kanaal ben gestart ruim een jaar geleden is een beetje een samenloop van verschillende dingen. Toen tante Corrie het land in kwam, zaten we natuurlijk veel thuis. Had je relatief best veel, dat je niet dat ik nou zo weggaanderig ben, maar je zat toch meer thuis dan anders. En ben je veel bezig. En toen ontstond toch wel het idee van, god, zou het toch wel leuk zijn om dat aan anderen te laten zien. Hè? Dat is misschien best leuk. Op de school waar ik werk, gaf ik ook heel veel creatieve lessen. Dat was eigenlijk, voorheen was dat een groot deel van mijn weektaak. De afdeling waar ik nu werk is dat er bijna niet meer. Ik ging dat toch missen. Het iets creatiefs doen en dat dan overbrengen op anderen, dat ging ik een beetje missen. Dat was eigenlijk ook een belangrijke reden om ook dit kanaal te starten. Dat ik toch een beetje, voor mijn gevoel, mijn ei kwijt kan. Nou, het blijkt dat veel mensen dat heel leuk vinden. En dat maakt mij natuurlijk heel blij, want daar doe je het toch voor. He, gewoon van laten zien van, wat kan je allemaal? Soms op tutorials, van hoe gaat een techniek, hoe doe je dat? Soms als ik zelf een beetje aan het freubelen ben, vind ik ook wel eens leuk om te laten zien. Nou ja, eigenlijk van alles en nog wat. En veel mensen blijken dat heel leuk te vinden om naar te kijken. Dus dat maakt mij natuurlijk ook weer blij. Dus dat even in het kort. Nou, in Draadje Door de Week, elke zaterdag, dan laat ik eventjes zien zo van waar ben ik de afgelopen week mee bezig geweest. Als ik dingen heb gekocht of gekregen, nieuwe dingetjes, dan laat ik dat ook altijd eventjes zien. Een vrij nieuwe rubriek is Draadje gaat vintage. Dan zoek ik uit een heel oud boek of blad een heel oud patroontje. En dat ga ik dan maken. Maar wel als het kan ook met een eigen twist. En dan tenslotte kondig ik eigenlijk altijd aan wat er de komende week op mijn kanaal te beleven valt. Nou, ik begin met waar ben ik mee bezig geweest. Natuurlijk met het vintage projectje, maar daarover zometeen meer. Dan laat ik eigenlijk het vervolg zien. Weet je nou niet wat dat is? Want ik ben aan het doorstoppen gegaan, maar dan ook met ander materiaal. Ben je nou heel nieuw en heb je mijn Draadje Door de Week aflevering 60 niet gezien? Kijk die dan nog even, dan snap je wat beter waar ik het straks over heb. Maar dat laat ik zo meteen zien. Het kleed van oma. Oma's kleed gaat op avontuur. Jullie hadden al gezien, het was begonnen met 6 hoekjes. Als je mij volgt, dan heb je dus afgelopen dinsdag al kunnen zien hoe ik zo'n hexagonnetje in elkaar zet van dat borduurwerk. En inmiddels heb ik ze van mijn romantische stofjes. Want ik had dus romantische stofjes en wat modernere stofjes. Maar die romantische maak ik eerst op. Nou, die stofjes die zijn nu op, die lapjes. En daar heb ik dus een flinke stapel 6 hoekjes mee gemaakt. Grote roosjes met een groen randje. De knopjes met groen. En dezelfde 2 ook met dit roze lapje.
Het lijkt wel, is het nou dikker? Dat is gek. Dat is wel hetzelfde aantal. Dus die zijn helemaal af. En toen had ik nog precies genoeg van het stofje over om nog twee van deze te maken. En ja, toen zat ik van ja, en wat ga ik er nu mee doen? Mijn bedoeling was iets van placemats. Maar hoe ik het ook ging neerleggen, het werd of te klein of het zou veel te groot worden als ik een beetje logisch patroon. Dus ik zat een beetje, ja, wat ga ik er nou mee doen? En toen kwam Pieter op een heel goed idee. Hij zegt, waarom maak je er geen tafellopertje van? Ik zeg, dat is een goed idee, want dan kan ik een paar hexagonbloemen naast elkaar maken en dat dan opvullen met andere hexagons. Ik denk, dat is een goed idee. Nou zat ik wel een beetje, kijk, als ik dit zou neerleggen, dan bij deze gaat het nog, maar bijvoorbeeld bij deze stofjes, dan zou je bijvoorbeeld zo'n groen randje in het midden. En als ik dan een bloem wil maken, ik vind het altijd leuk om ze dan steeds te draaien, zodat het patroontje draait. Dus dan leg ik hem even hetzelfde en dan een slagje verder draait, zodat die bloemetjes ook een rondje maken, zeg maar. Even kijken zo, deze moet dan zo. Zo. Maar ik vind dat vrij druk, al die roosjes bij elkaar. Dus ik wilde dat eigenlijk die bloemen dan afwisselen. Je zou wel nog zo kunnen doen. Dat scheelt al. Dat kan ook heel goed. Maar ik vond het ook wel leuk om het af te wisselen met iets wat een beetje ja, rustiger is of effen. He? Zodat je een beetje, nou ja, zoiets ertussen. Dat vind ik eigenlijk wel leuker. En mijn bedoeling is dus dan om 3 of 4 van die bloemen naast elkaar. En dat dan op te vullen met hier en daar nog een bloemetje en wat rustiger hexagons. En die bloemen wil ik omdat je dan, als je hem omdraait, dat de achterkant dus dan ook een bloem is. Dus dat je tafelloper aan 2 kanten te gebruiken is. Nou, dus dat zit een beetje in mijn hoofd. Maar ik kan nu even niet verder. Ja, ik heb nog wel de wat modernere lapjes. Daar kan ik dus net zo'n grote stapel weer van maken. Maar daar wacht ik even mee, want ik wil eigenlijk eerst een tafelloper helemaal afmaken. Dus mijn plan is om nog een klein beetje van deze stofjes bij te halen, zodat ik nog een paar van deze kan maken. En om nog 2 bijpassende stofjes in een heel rustig patroontje of min of meer effen. Zodat ik die bloemen die een beetje druk zijn kan afwisselen met rustiger 6 hoekjes. Dat is een beetje mijn plan. Dus ik ga van de week eventjes naar de quiltwinkel. Dat vind ik helemaal geen straf. Dat begrijp je wel. En dan ga ik twee stofjes bijhalen. En dan kan ik weer verder met 6 hoekjes. En dan maak ik er dus de eerste loper van. En nou, ik ga er 2 dus maken. Deze gaat worden voor mijn broer en schoonzusje. Ik liet haar die stofjes zien, want van hun had ik een cadeauboom gekregen voor de quiltwinkel. En die is vlak bij hun in de buurt. Dus toen had ik deze lapjes gekocht. En toen ging ik even koffie drinken. En toen liet ik het zien. En die 2 soorten. En toen zei ze van, nou, oh wat leuk die verschillen. Ze zegt, nou, ik geloof dat als ik zou mogen kiezen, dan zou ik toch geloof ik voor dat romantische gaan. Want dat past zo leuk bij die roosjes. Ik denk, nou mooi, dat weet ik dan ook meteen. Die wordt dus voor mijn schoonzusje. Gezien en die andere die wordt dan voor onszelf. Dus nou, dit, daar zit al aardig schot in. Het is zo heerlijk, ik leg het op schoot. Of op schoot, ik heb zo'n tafeltje wat ik, als ik op de bank zit, dan heb ik dat tafeltje altijd voor me. Ligt in de hoek, ligt mijn tablet. Dan heb ik of een podcast op of ik kijk naar iets op YouTube. En dan ondertussen door het tafeltje kan ik ook mijn rolletje gebruiken om de foutjes erin te maken. En dan zie ik zo heerlijk. En voor je het weet heb je echt zo'n stapeltje lapjes gewoon af. Dus dit schiet al aardig op. Ik vind het er ook wel leuk. Het gaat er leuk uitzien. Ik doe het wel altijd steeds even in het plastic, dat het een beetje schoon blijft. Dus ja, ik vind het leuk worden. Ik heb er ook veel plezier in om het te maken.
En ja, ik vind het leuk. Ik ben er echt graag mee bezig. Alleen, dat ligt nu heel even stil, omdat ik eerst stofjes bij moet hebben. Nou, ik heb genoeg andere dingen te doen. En ik heb iets gedaan wat jullie nog niet eerder van mij gezien hebben. Iets totaal anders. Wel handwerk hoor, maar totaal anders. Ik ben namelijk aan het borduren geweest. En dat is een borduurwerk wat al zo ontzettend lang onafgemaakt ligt. Dat ik het bijna vintage kan noemen. Ik moet zeggen, ik heb jaren geleden had ik ineens zo'n bui van allemaal kruissteekborduursels te maken, patronen. En ja, op een gegeven moment is dat dan weer een beetje over. En dan, ja, dan vind je weer andere dingen leuk. Dat kan je wel eens hebben, hè. Maar ik was begonnen dus aan een muziekinstrumentenalfabet. Ik krijg hem natuurlijk niet helemaal in beeld. Maar ik zal zo meteen even een foto invoegen. Want ik heb hem even, voor zover die was, heb ik hem even in zijn geheel gefotografeerd. Dus die foto zal ik zo invoegen. Dit waren losse patroontjes. En volgens mij was dat ergens eind jaren 80, begin jaren 90. Dan had je in de Margriet of de Libelle, dat weet ik niet meer. Maar dan had je elke week een borduurpatroontje van een letter, van een alfabet, met een bepaald... Je hebt hem ook van Winnie de Pooh, geloof ik, gehad, een alfabet en met bloemen. En, nou ja, en op een gegeven moment kwam er een alfabet met muziekinstrumenten. Nou, Pieter, mijn man, die speelt piano. En we hadden zo'n leuk hoekje in ons oude huis voor de piano. En ik zag dat al helemaal hangen. Ik denk, nou, al die losse borduurpatroontjes, daar maak ik gewoon een geheel van. En dat is leuk om dat dan boven de piano te hangen. Nou, dat was ik heel voortvarend aan begonnen. Er kwam best een aardig eentje mee. Toen bleef het liggen een hele tijd, want toen had ik andere dingen te doen. Inmiddels gingen we verhuizen. En we wonen nu hier in dit huis, schrik niet, ook al 16 jaar. Zo lang ligt, ja, ik heb er hier ook wel wat aan gewerkt een paar jaar geleden. Nou ja, toen woonden we hier net. En ook hier hebben wij weer een prachtig hoekje in de kamer met de piano. Een soort van, ja, niche, zeg maar. Met een hele donkere muur. Daar zou die prachtig op staan. Dus toen wij hier net woonden, heb ik ook nog wat aan geborduurd. En vervolgens heeft het weer jaren gelegen. Toen wilde ik het weer opnieuw oppakken. En toen kon ik het niet goed meer zien. Dus ik was aan een nieuw leesgedeelte in mijn bril toe. En ja, nou, nieuwe bril. Dus toen ging het weer even. Maar dan kon ik het alleen overdag doen. En toen had ik weer niet goed licht, 's avonds. En nou, toen lag het weer jaren. Nou, inmiddels heb ik dus weer een andere. Ben inmiddels zo'n 3 leesbrillen verder. En inmiddels heb ik ook een goede lamp die ik zo over mijn schouder kan hangen. Dus ik heb geen enkel excuus om hem niet af te maken. Nou moet ik erbij zeggen, die patroontjes, dat waren geen zwart-wit patroontjes met tekentjes, maar dat waren ingekleurde patroontjes en die waren ook soms heel onduidelijk. Niet goed te zien. Soms waren er de kleurtjes bij de nummers weggelaten. Dan moest je zelf uitzoeken wat waarbij hoorde. Dus dat maakte het er ook niet makkelijker op. Maar nou, van de week dacht ik, en nou toch verdorie, ga ik hem toch eens een keertje afmaken. Want zowel Pieter en vooral Jasper, die pest me er af en toe mee. Want dan heb ik iets gemaakt en dan is iets af. En dan vooral Jasper kan het dan niet nalaten dan even te zeggen, ja leuk, nou het muziekalfabet nog. Nou ja goed, ik heb het dus van de week even tevoorschijn gehaald. En ik was heel blij verrast, want ik dacht dat ik nog met de xylofoon bezig was. Maar ik had de letter I al helemaal klaar en een stuk van dat ding. En toen dacht ik, nou moet ik het toch in één keer af kunnen maken. En nu is die dus bijna klaar. Ik denk dat ik hem morgen af kan hebben. De set is klaar. Zingende zaag staat hier. En de zaag is onderweg. Dus nog even het zaagje afmaken met de strijkstok. Hier en daar nog wat stiksteekjes. En dan is die klaar. Ik heb de lap waarmee ik hem ga voeren, heb ik al klaar. Of tenminste, die heb ik al gewassen. Moet nog strijken. Dan moet dit even voorzichtig een sopje en gestreken. En dan ga ik hem ophangen. Ik voer hem gewoon met een lap. Stokje erdoor aan de boven- en onderkant. Heel simpel. Ik ben namelijk niet zo'n fan van ingelijst borduurwerk. Ten eerste is dit zo groot
En een beetje, ja, het is geen gangbare maat. En ook nog eens erg groot. En dan moet je dat laten doen. Dat is hartstikke duur. En ja, ik heb iets tegen ingelijst borduurwerk. Zeker met glas ervoor. Ik ken ook iemand en die borduurt hele landschapjes en dat soort dingen. Maar dan is het de stof echt helemaal vol geborduurd. Dan vind ik het ingelijst nog wel mooi. Maar zoals hier dat je ook grote delen van de stof ziet. Ja, nee, vind ik niet zo mooi. Dus ik ga hem gewoon voeren en met stokjes erdoor en dan hang ik hem op. En ik denk dat hij heel leuk gaat hangen boven de piano. Nou, als dat zover is en hij hangt eenmaal, natuurlijk ga ik er dan natuurlijk ook nog een foto van maken. Hè? Om hem, ja, zodat hij hopelijk in zijn volle glorie daar hangt. Dus ja, nou dat voeren, ja, dat ga ik ook nog met de hand doen. Dus dat is ook nog best even een klusje, maar dat vind ik niet zo erg. Maar eindelijk is die dan bijna klaar. En ik zal nu de foto even laten zien. Kan je ze even helemaal zien? Nou, daar ben ik dus druk mee geweest. Komen we bij de aanwinsten. En ik heb een aanwinst. Ik vertelde vorige week al, hè, dat het onderweg was, maar ik had het nog niet binnen. Ik had een cadeaubon en een bol.com bon. Ik denk, nou, dat vind ik wel leuk om te kijken of er nog een leuk boek is. En dat was dus dit boek. En dat heb ik van de week binnengekregen. Geweldig. Ik ga het niet in een aparte boekbespreking doen, want het zijn vooral heel veel templates. Nou, daar valt niet zoveel aan te zien. Ik kan het wel even doorbladeren. Dit zijn allemaal hexagons met op de een of andere manier sterren erin. Hier heb je het plaatje, hier op ware grootte. En het zijn alle mogelijk 113 stuks. Allemaal verschillend. Om met kartonnetjes te doen. Nou, dit is heel puntig, dus dat is met kartonnetjes best lastig, maar het is te doen. Tot wat simpeler, soms ook in verschillende, hetzelfde, maar dan verschillende richtingen. Echt geweldig. Dit kan je zo kopiëren en uit dik papier knippen en dan kan je aan de slag. En wat ik zo leuk vind, is dat al die sterrenhexagons exact dezelfde afmeting hebben. Dat betekent, je kan een aantal dezelfde maken en die combineren, maar welke patroon je ook kiest, dat maakt niet uit. Je kunt ze allemaal combineren met elkaar, omdat ze allemaal even groot zijn. Nou, dat is, kijk, het is super. Hier zie je ook een fotootje van hoe dat er dan uitziet. En hier een aantal voorbeelden van quilts waarin die sterren zijn verwerkt. Hier nog hoe je dan zo'n quilt in elkaar zet. Dit vind ik ook altijd zo mooi, van die hexagons. Afgewisseld met vierkanten, zodat je een soort ringen krijgt. Er staan prachtige voorbeelden in. Maar ook, ja, nou hier bijvoorbeeld ook echt heel leuk. Ook over het quilten, wat je dan uiteindelijk nog kan doen. Een hele grote. Echt een, ja, ik vind het een aanwinst. Moet ik kijken hoe mooi deze is. Leuk, hè? Hier is van het quilten heel veel werk gemaakt ook. Dat doe ik eigenlijk nooit zo. Ik denk dat het meeste van dit ook wel machinaal gekwild zal zijn. Ik hou het quilten meestal heel simpel. Maar ik maak ook geen grote quilts. Ik maak eigenlijk altijd... ja, als ik patchwork maak, dan doe ik eigenlijk altijd in hoofdzaak gebruiksvoorwerpen of zo. Of tassen, vind ik ook leuk. Hier hoe je dat dan kunt opbouwen. Echt, ik ben heel blij met dit boek. Ik vind het een heel mooi boek. Hier nog even de basis. Hoe bekleed je die kartonnetjes? Hoe naai je het aan elkaar? Nou ja, als je het vaker gedaan hebt, dan weet je dat natuurlijk wel. Maar dat hoort natuurlijk wel in zo'n boek. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Vooral al die templates. En nog andere templates om ook weer te kunnen combineren. Om bijvoorbeeld tussen die hexagons weer op te vullen. Ja, prachtig boek. Het is in het Engels, maar ook als je het Engels niet machtig bent, heb je aan de foto's genoeg. Ik vind dit echt een aanwinst bij mijn quiltboeken. Hè, soms en dan koop je iets. Het is altijd een beetje gok als je het niet in kunt kijken. Hè? En ja, het gebeurt dan wel eens dat je denkt, ja, eigenlijk wat ik nu zie, ja, dat ken ik eigenlijk wel. Nou, dat is bij deze niet. Dit is echt een aanvulling op wat ik al heb. Dus ik ben er hartstikke blij mee.
En dan... ik ga... het is vandaag donderdag dat ik dit opneem. En morgen ga ik even naar de quiltwinkel om lapjes te kopen. Maar ik wil heel graag deze video bewerken en uploaden. Want ik heb de komende week een weekje vakantie. En dan wil ik wat tutorials vooruit gaan filmen. Dus ik wil dit klaar hebben. Dus mijn aanwinst, mijn lapjes die ik gekocht heb, die laat ik dan gewoon volgende week zien. Nou, dan is het nu tijd voor het draadje gaat vintage. Vorige week heb ik daar al over verteld. Hè? Heb ik dat boekje laten zien, dat blaadje, met doorstoppen op vitrage. En in plaats van vitrage gebruikte ik pixelmatjes. En nogmaals, heb je die aflevering nou niet gezien? Kijk dan nog even van vorige week. Maar deze pixelmatjes, die gebruik ik daarvoor om dat door te gaan stoppen. En jullie gaan nu een beetje wat van het proces zien. Want dat had ik beloofd, hè. Het is niet echt een tutorial. Maar ik laat wel een beetje zien van, ja, hoe doe ik dat nou? En waar loop ik dan tegenaan? Dus dat gaan jullie nu zien. Nou, ik zou jullie wat meer meenemen in het proces van dingen, hè. Dus ik heb hier mijn pixelmatjes. Een doosje bijna vol. En ik heb ze even op kleur gesorteerd. Kijk, hier heb ik van alles maar één of een paar. Minder dan vier in ieder geval. En hier heb ik allemaal vier of meer van, per kleur. Want ja, één zo'n dingetje, daar kan je niet zo heel veel mee. Dus op de een of andere manier moet je ze wel aan elkaar zetten. En ik wilde eerst gaan doorstoppen. Ik had wat foto's gemaakt uit de Handwerkers zonder Grenzen. En je weeft er eigenlijk gewoon doorheen. En dat deed ik eerst gewoon ook over die naadjes heen. Maar dat bleef lossig zitten. Dus dat werkt niet. Ik heb trouwens wel in het midden een soort van bloemetje. Deze is niet helemaal goed gegaan. Maar ik zal zo even laten zien hoe ik zoiets doe. En deze vond ik ook wel heel leuk. Zodat je een beetje die rondjes wegwerkt. Maar ja, hoe maak je ze nou aan elkaar? Toen dacht ik, nou, ik heb ook veel hardanger borduurwerk gedaan. Daar kan ik wel eens een keer een tutorial van maken. Want dat is heel leuk om te doen. Dan haal je draadjes uit stof. Je maakt eerst platsteken in groepjes van vijf. En die maak je dan zo in blokjes. En dan knip je draadjes weg. Dan ontstaan de gaatjes en die slinger je om, zoals ik hier heb gedaan. Even wat wit eronder. Die slinger je dan om en dan hier en daar maak je zo'n... Het heeft een naam. Point de reprise, geloof ik. Maar ik haal ze altijd door elkaar. In ieder geval zo'n soort van bloemetje. Ik denk, nou, dat is leuk. Een leuke manier van aan elkaar zetten. Het zit stevig. Kan niet schuiven. Dus dat is op zich zou dat een optie zijn voor als je een groter geheel wil maken. Maar dan heb je natuurlijk wel dat je... Als je iets groters wil maken, dat dan door het aan elkaar zetten al in een raster is verdeeld. Bovendien heb je dan ook nog die cirkeltjes allemaal in het midden. En dan kan je eigenlijk niet zo heel veel meer aan figuurtjes ertussen doen. Dus ik weet niet zeker of dat nou wel wijs is. En daarom denk ik dat ik dat wat ik hier nu met dat dikke garen heb gedaan, ga ik eens even kijken of ik dat op dezelfde manier, maar dan niet zo fijn, gewoon een beetje grof, misschien met naaigaren kan doen. Ik heb wel een knoepert van een naald, maar even kijken of dat dan blijft zitten. En ik denk dat ik maar gewoon even een knoopje erin leg, even gewoon aan het begin. Het is niet een echte tutorial, hè? Het is meer gewoon, ik zit een beetje te experimenteren en dat kunnen jullie dan een beetje volgen. Ik vind het namelijk wel leuk om iets te maken wat wat groter is. Wat je eventueel, weet ik het, voor het raam kan hangen of misschien wel gewoon ergens op kunt naaien. Kijk, de bedoeling natuurlijk van, nou, hoe heet die techniek? Nou, van die doorstoptechniek is natuurlijk... nou ja, tweeënlijn. Je kan het inderdaad zodat je er doorheen kan kijken, zeg maar. Dus dan zou je het voor een raam hangen. Maar het werd ook wel vooral in de tropen toegepast op kleding. En ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Want dat is natuurlijk heel luchtig. Dan ging daar natuurlijk wel een laag onder.
Ik steek steeds van beneden naar boven naar het midden toe. En de kunst is natuurlijk om dan een kleur garen te nemen. Wat een beetje in de buurt komt van die dingetjes. Zodat je dat omgeslingerde, zodat je dat naaigaren bijna niet ziet. Wat wel ook een beetje soms in de weg zit, dat zijn die dingetjes waar die pixeltjes aan vast hebben gezeten. Nou zie je dat met het doorstoppen, zie je die niet meer, die verdwijnen echt. Dus daar hoef je eigenlijk niet echt rekening mee te houden. Nadeel van dat draad wat ik gebruik is wel dat dat glimdraadje hier en daar los gaat zitten. Want af en toe blijft het achter zo'n uitsteekseltje hangen en dan wordt dat, ja, dan slijt dat zeg maar, of dan ja, raakt het een beetje los. Dus je moet dat wel, dat doorstoppen, met beleid doen. Even kijken of dit een beetje werkt volgens mij. Kijk, je moet ze tegen elkaar, want over elkaar, dat werd niet mooi. Ik kan even kijken of ik, ja, weet je, ik kan het, ik heb het geprobeerd met die wol om gewoon ze om te slingeren. Maar toen gingen ze over elkaar zitten. En dan krijg je een rare verdikking. En dat is niet zo mooi. Dus ik zit even gewoon te zoeken of dit blijft zitten. Een beetje acceptabel. Kijk, als je het helemaal gaat doorstoppen, dan zie je dat niet meer. Maar ik wil natuurlijk niet zoveel werk eraan hebben. Dat ik het eventueel op de kruispunten vastzet, kan ik ook nog proberen. En dan één steek ertussen. Even kijken hoor, of dat werkt. Je wil er natuurlijk niet zoveel naaiwerk aan hebben. Geen idee of dat uitmaakt. Nou, ik denk dat dit op zich zou kunnen werken. Dat je het gewoon op de kruispunten een beetje vastzet. Maar kijk, het blijft toch een beetje... Ja, het kan wel, denk ik. Ik ga eens even kijken of dat werkt als ik er nou die andere er ook aan zet. Kijk, ik wil ook niet dat het verschuift. Het is nog even een dingetje om dat een beetje netjes aan elkaar te zetten zonder dat het verschuift. Dus ik denk dat ik er even een knoopje in leg. Waarschijnlijk zie je dat toch niet. Kijk wat, ik vind dat je best dat omgeslingerde draadje een heel klein beetje mag zien. Ja, kijk, het moet natuurlijk niet over elkaar heen kunnen gaan. Dat is denk ik het grootste euvel. Van die dingetjes aan elkaar zetten. Ik leg het even op tafel. Even kijken of dat beter gaat. Ik vind het wel een gedoe. Misschien dat ik gewoon mijn patroontje aan moet passen. Want ik had hele leuke patroontjes gezien. Maar dat gaat hem niet worden. Want ik heb toch met die naadjes en met... stippen in het midden te maken. Daar kun je dus letterlijk niet omheen. Daar moet je toch iets mee doen. Je ziet dat ik het een soort van zigzaggend omslinger. Ik heb natuurlijk een veel te grote naald hier, hè, want die was eigenlijk voor het garen, voor het wol. Ik weet het niet. Ik krijg het gewoon niet goed voor elkaar. Maar ja, misschien dat het als ik er nu overheen ga doorstoppen, dat die draad hem dan weer, die volle draad hem dan weer wat verder, wat beter nog op zijn plek houdt. Dat zou kunnen. Maar ja, dat moet je gewoon, dat kom je maar op één manier achter. En dat is het uitproberen. Meer kun je niet doen, hè? Eigenlijk, nou, als ik naaigaren ga gebruiken, dan moet ik dus een
passende naald pakken, want ja, dit is natuurlijk niet handig. Omdat het er steeds uitvloept. Ja. Volgens mij kon het best gewoon zo. Want wiebelig is het toch. Dus dan ben je sneller als je het gewoon zo even aan elkaar omslingert. Ik krijg wel de indruk dat op de kruispunten het even met een soort kruissteekje vastzetten. Dat dat wel helpt. Dat ga ik eens even uitproberen. Ik denk dat dat nog het beste werkt. Oh, dan ga ik dat doen. En in de hoekjes even een extra steekje en een knoopje. Hoe ik dat eventueel later wegwerk, dat zie ik later wel. Ja, dat is het. De kruispunten vastzetten met een kruissteekje. Ja, in zoveel mogelijk de kleur van het matje. Nou heb ik het. En ik denk dat als je dat een beetje gezellig doorstopt. Want dan heb je een vlak. Dan heb je eigenlijk alleen maar die, die stipjes waar je wat mee doet. Maar dan kan je daartussen bijvoorbeeld hè, vlaggetjes maken. Of nou ja, in ieder geval. Dan kan je het mooi gaan doorstoppen. Ik denk dat dat een wordt. Dus ik ga de kruispunten dan met, als ik een groter geheel wil maken, gewoon met een soort van kruissteekje vastzetten. Ik denk dat dat, want dat is het meest stabiel. Ja, dan ga ik even laten zien hoe ik zo'n soort dingetje maak. Want dat is misschien wel, wel leuk. Ik ga er gewoon een beetje mee vogelen. Even zo. Even opletten dat dit niet. Ik knip dit er weer even af. Zo. Kan ik er wat beter bij? Kijk. Ik kom gewoon ergens boven. En ik hou even mijn draadje aan de achterkant. Hou ik even tegen. Ik laat een stukje draad hangen. En ik ga van dit pennetje naar deze bovenlangs. Zo. En ik maak een steekje terug. Dus. Kijk, en dan kruist hij dus over elkaar heen. Zie je dat? Nou, en dan. Dit even tegenhouden. Zo. Ik draai hem weer een kwartslag. En ik maak weer een steekje. Nu steek ik even naar beneden. Ga ik even kijken of ik hem even vast kan knopen. Even kijken of dat werkt. Denk het niet. Nee, dan laat ik hem gewoon hangen. Nu heb ik een klein vierkantje. Dat zou ik kunnen doen. Maar ik kan ook nog doorgaan. Dus dan zou ik hierboven komen. Hè? En dan ga ik gewoon nog even door. En dan maak ik gewoon dat vlakje dicht. Tot aan de randjes. En dan een beetje opletten dat ik niet al te veel langs die uitsteekseltjes ga met mijn draad. En dan voorkom je dat niet helemaal. Maar... En zo ga ik net zo lang door tot hij een beetje dicht zit. Ik vind het wel grappig. Dan heb je dat al opgevuld en dan heb je toch dat stipje een beetje weggewerkt. Daar maak je dan gewoon gebruik van. Als een soort sierelement. Ik maak hem wel lekker vol, dus ik doe denk ik nog een rondje.
Dus het begindraadje. En ik vind het natuurlijk het mooiste, ik heb nu overal drie draadjes. Nou, ik doe nog een vierde. Dat je in elk hoekje, zeg maar, evenveel draadjes hebt. Nogmaals, dit is niet een echte tutorial, hè. Ik laat gewoon even zien wat ik een beetje aan het vreubelen ben. Nou, nu ben ik aan het eind, volgens mij heb ik er nu overal. Nee, nog één. Wordt het een soort vliegertje. En dan heb ik dat mee opgevuld. Dan zou ik dat even kunnen afhechten. En aan de achterkant zitten dus die pootjes hier zo. Je kan het afhechten. Gewoon, ik zou dat dan gewoon even door het draadje heen halen. Met een knoopje. Zodat hij niet kan opschuiven. En dan zou ik eventueel begin- en einddraadje aan elkaar kunnen knopen. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat het niet aan de voorkant te zien is. Ik kan hem ook laten hangen en verder gaan met mijn werk. Nou, dat doorstoppen, stel dat ik dat hier wil doen, hè, dan ga je gewoon, het is eigenlijk een soort weven wat je doet. Dus ik begin even hier en ik ga onderdoor en hier overheen. En ik schuif hem even in het hoekje voordat ik de draad aantrek. En de toer daarna ga ik onderdoor, overheen, onderdoor. Ik ben dus deze twee vlakjes aan het vullen. Dat kan je ook met drie of vier, net wat je wil. En dan kan je van allerlei patronen mee maken. Alleen omdat ik natuurlijk met die rondjes in het midden zit, is natuurlijk het aantal patronen wat je kunt maken een beetje beperkt. Maar dat geeft niet. Ik denk dat ik er even goed wel wat leuks van kan maken. Nou, ik wil hem gewoon lekker vol hebben, zodat je zo min mogelijk van dat matje ziet. Nou, en dan kan ik er bijvoorbeeld eentje opschuiven en dan deze twee gaan vullen. En zo kun je dus gaan schuiven. Je kan er ook eentje vullen. Eén vlakje. En je kan dat ook nog in verschillende richtingen doen. Ik doe nu alles zo, maar je kan het ook dwars doen. Nou, het is even om je een beetje idee te geven van hoe dat er dan uitziet. Nou, mijn draadje is te kort om hem helemaal te vullen, maar even hieronder wat steekjes door, zo. Zoiets dus. Nou, en dit kan je natuurlijk op allerlei manieren doen. En ja, dit vind ik op zich ook leuk. Of af en toe zo'n vlakje vullen. En dan zo dit omslingeren. Nou, zoiets dus. Nou, ik denk, want ik vind het wel leuk om iets te maken wat wat groter is. En ik heb hier een heleboel matjes van dezelfde kleur. En ik denk dat ik, want ik wil niet al te beperkt zijn, dat ik eerst die stipjes op verschillende manieren ga afwerken. En dat ik ze dan met naaigaren aan elkaar zet. Tot een wat groter vlak. En dat ik dan gewoon ga kijken hoe ik dat tussen die stipjes op een leuke manier kan opvullen. Misschien nog een randje of ik kan me voorstellen, hè, ik vind het dan wel leuk om
om een beetje een groot vlak te maken, zodat ik er ook echt wat mee kan. Nou ja, je zou bijvoorbeeld iets van een mandje of zo, hè, als je dit dan later weer deze kanten aan elkaar zet, dan heb je al een soort bodempje. Kan ik me zo voorstellen. Ik ga gewoon lekker vreubelen. Maar goed, het begin is er. Ik heb dus zojuist ontdekt dat het het beste werkt om de kruispunten met kruissteekjes aan elkaar te zetten. Dat het dan mooi een beetje steviger raster wordt. Dus zover ben ik al. En nou, ik ga hiermee vreubelen. En nou ja, als ik iets te laten zien heb, wat het laten zien enigszins waard is, dan kom ik weer even terug. Kijk, je kan ook een fotolijstje maken. Als je dit nou opvult, zo, met werk, dan je plakt er een foto achter. Zou ook nog kunnen. Je zou ook zo'n raster ergens op kunnen naaien. Op stof, in een afstekende kleur, kan ook nog. Nou goed, ik ga gewoon lekker aan de vreubel en jullie zien het wel in een andere vorm weer terug. Nou, uiteindelijk is het dus dit geworden, zeg maar, mijn proefje. Ik heb er even wat wits onder. Ik ben maar gewoon begonnen. Ik heb ze aan elkaar gezet met naaigaren. En even kijken of je het in het geheel kunt zien. Deze dingetjes had ik allemaal al dichtgemaakt. En toen ben ik gewoon vanuit het midden begonnen. En ik wilde een beetje een symmetrisch geheel. Nou, ik liep toch tegen een paar dingen aan. allereerst, kijk, als je dichtbij kijkt, dan zie je hier steeds die puntjes zitten van waar die pixeltjes mee vast hebben gezeten. Met dit garen, als ik nou in deze richting ging doorstoppen, dat was prima, niks aan de hand. Maar zodra ik in deze richting ging doorstoppen, bleef mijn draadje steeds, die trok je dan door je zo'n dingetje heen en dan ging dat steeds splijten. Dus dat was niet zo handig. En toch met het op deze manier aan elkaar zetten, ja, het zit, maar het is toch een beetje wobbelig en dingelig. Ik weet het niet. Misschien naai ik het gewoon ergens op. Ik vind het op zich wel een geinig dingetje, maar ja, het ligt ook niet vlak, zie je? Wel een geinig dingetje, misschien naai ik het een keer ergens op of zo, of ik weet het nog niet. Ik vond het wel leuk om te doen. Nou, hier had ik nog even een proefje gemaakt ook van zo'n ding helemaal in het rond steeds groter doorstoppen. Vond ik ook wel heel leuk. Maar toen dacht ik, nou, ik vind toch dat idee van het omslingerend aan elkaar zetten en dan eens met ander materiaal kijken of je, als ik bijvoorbeeld gladde katoen neem, of het dan minder gaat splijten. Of ik dan wel in alle richtingen kan. Ik weet het niet, dat ga ik dus uitproberen. En wat ik nu bij een paar matjes heb gedaan, is dat middenstukje eruit geknipt. Dat kan je dan ook nog opvullen. Dus ik ga ga ik het middenstukje uitknippen. Dan ga ik even kijken of ik met katoen wel in verschillende richtingen. En dan ga ik juist van het aan elkaar zetten, dat doe ik dan ook met gekleurd katoen, ga ik kijken of ik dan niet gewoon een leuk rasterpatroontje kan maken. En ik heb al een, ja, een gebruiksvoorwerpje in mijn hoofd van wat ik er dan van wil maken. Maar dat zeg ik nog niet. En dat, daar gaan jullie volgende week dan meer van zien. Ik denk dat dat leuk is. Dus ik, ik besluit met een cliffhanger. Volgende week zien jullie wat meer van dit. En dan ga ik, nou ja, dan is het waarschijnlijk niet meer met dat glimgaren, maar met katoen. Dus het wordt vervolgd. Nou, ik hoop dat het gaat lukken. We vinden het projectje, maar dat zullen we volgende week zien. Ja, dan rest me nog eventjes om aan te kondigen wat er volgende week op het programma staat. Aankomende dinsdag 2 mei. De pannenlapkal, de steek van de week, pannenlapkal deel 4. En dat is tevens het slot. Dus dan haken we de laatste 10 toeren en we maken hem dicht. We werken hem af. Dus dat voor dinsdag. Donderdag 4 mei. Dat schoot me ineens binnen. Dat is wel leuk. Een paar weken geleden gingen we een en ander ruimen op zolder.
En toen kwam er een deel van mijn mappen, of mijn mappen van werk van mijn opleiding kwam uit een doos. En dat heb ik beneden neergezet. Want ik dacht, vind ik leuk om zelf eens door te kijken. En ik dacht, misschien kan ik daar ook wel voor draadje los wat mee. Want nou ja, ik heb dus lerarenopleiding gedaan, huisartskunde en textiele werkvormen. En we hadden bij textiele werkvormen beeldende vakken, maar we hadden ook technische vakken. En ja, van een aantal van die vakken heb ik wat werk bewaard. En ik weet dat veel van jullie, van deze abonnees van dit kanaal, ook vaak bij Miranda op visite gaan, hè, van Maak het met Miranda. En die had, die doet op het ogenblik vrij regelmatig ook een spreekbeurt, noemt ze dat, over een onderwerp. En zij had het van de week over weven, liet ze het een en ander zien. Misschien heb je het ook gezien. En toen dacht ik, oh nou, weven, dat heb ik op de opleiding gehad. En ik dacht, misschien is het leuk om mijn map van weven, ik vond dat heel leuk om te doen, om die er eens bij te pakken en dat eens te laten zien. Van ja, hoe we dat dan, hoe die lessen er dan uitzagen. Ja, ik heb natuurlijk het echte werk heb ik niet meer, maar wel van, hè, van wat leerde je dan? En ja, ik dacht, dat is misschien wel leuk in plaats van boek van de week of een tutorial. Dus donderdag 4 mei ga ik jullie mijn map van het vak weven van mijn opleiding laten zien. En dan zaterdag, als het goed is, hè, 6 mei, draadje door de week, aflevering 62. Nou, ik hoop dat je het leuk vond om hier naar te kijken. Als dat zo is, geef even een duimpje omhoog. Ben je nou een toevallige voorbijganger en denk je, nou, ik wil eigenlijk wel zien wat ze nog meer doet? Kijk dan eens even op mijn kanaal. Ik heb een hoop playlists, een hoop tutorials, andere dingen, boek van de week. Noem het maar op. Kijk eens even rond. En als je dan denkt, gut, ik vind dat wel leuk, ik wil wel meer van haar zien, ik wil wel volgen, klik dan even op de abonneerknop als je nog geen abonnee bent. Want ja, dat zou ik leuk vinden, want je helpt er mijn kanaal mee en je hoeft niks te missen. Het kost helemaal niks, dus waarom zou je het laten, zeg ik dan altijd maar. Maar in ieder geval voor nu, hartelijk bedankt voor het kijken en tot de volgende keer misschien. Doeg!